Deze uitzending gaat over het christendom. Er viel net een kabeltje omlaag. Ik weet niet of jullie dat gehoord hebben, maar ik laat het maar hangen. Daar gaat het christendom over. Het christendom is een levenshouding, filosofie, mag je zeggen, die functioneel is en logisch onderbouwd is. En logica, daar wil ik niet moeilijk over doen, maar hangt samen met metafysica, een taalfilosofie. Het christendom eerbiedigt het verhaal zoals dat beschreven staat in de vier evangeliën. En ruimdenkende christenen, zoals ik accepteer ook het evangelie van Thomas vooral. En Filippus. En die staan niet in de geschriften die gebruikt zijn bij het te samenstellen van de koning Jacobus Bijbel uit 1611. En die koning Jacobus Bijbel, King James Version, de KJV, die wordt ook bekritiseerd natuurlijk. Maar in die tijd was men erg bezorgd over het zomaar toevoegen of weghalen van Bijbelteksten. Dus ook vanuit die doctrine ben ik terughoudend om het evangelie van Thomas te gaan lopen blaten op het internet, want ik weet dat dat sommige christenen tegen de haren in zou kunnen strijken. Het christendom is net als waar ik het zo dadelijk over zou gaan hebben. Het is een politiek. Het is een levenshouding. Het is een overtuiging. Het is het beseffen dat als je je dagen doorbrengt met te treuren over al die keren dat je over je eigen grenzen bent heen gegaan, zoals die mens projecterend op mezelf, nee, dat projecteer ik natuurlijk op jullie, maar ik ben een alcoholdrinker en duchtig. En als ik 's morgens wakker word, wil ik altijd weten wat er gebeurd is. Vooral als je onder de blauwe plekken zit. Wie heeft me nou weer voor mijn bek geslagen? Er zijn mensen die worden 's morgens wakker en weten niks meer. Die mensen, die zijn van de antichrist. Er zijn maar twee dingen in deze wereld die echt toe doen. En dat is Christus en de antichrist. En hoe kan het nou zo simpel zijn? Het antwoord is, het is simpel. Je wist het niet, misschien, voordat je naar mij luisterde.
Het is simpel. Christendom is een politiek, zei ik net. En die politiek, die bedient zich van woorden. Een politicus die niet spreekt, daar heb je niks aan. De politiek van het christendom, daarvan weet ik twee begrippen qua woord. Misschien zijn er nog wel meer. Ik kan de parabelen van Christus Jezus erbij halen. De laatste zullen de eersten zijn. Zalig zijn de armen van geest. Even los van Bijbel lezen, maar even het christendom bekijken vanuit een profaan. Dat betekent wereldlijk, objectief, algemeen, katholiek mag je ook zeggen eigenlijk. Hè? Wat is het christendom, katholiek gezien? Hè? Nou, twee woorden springen mij ter gedachte. Het eerste is anarchie. En het tweede woord is egalitarisme. Egalitair. Gelijkheid. En in de Franse Revolutie was het er ook. Dat woord dus. Ik wil deze twee begrippen met jullie doornemen. En ik wil dat jullie andere mensen laten luisteren naar mijn woord. En het liefste jonge mensen. Als je een zoon of een dochter hebt van 4 of 5, kan je naar mijn woord laten luisteren. Desnoods voor het slapen gaan. Luister maar even naar Perry. Perry is een christen. Van Perry heb je niets te duchten. Die is vriendelijk. Er zijn mensen die zeggen, nee, zo komt hij niet over. Ik ben dus afgelopen donderdag in elkaar gemapt. Ai. Ja. Te beginnen met de eerste. Anarchie. Dat is een Nederlands woord. En dat heeft een buitenlandse afkomst. Dat hebben wij. Wij hebben ook het woord trottoir en toilet en Colbert en dat soort dingen. Die komen uit het Frans, die woorden. Anarchie komt uit het Grieks. En in het Grieks, dat is best een makkelijke taal. Niet dat ik het kan of zo. Hoor. Maar an betekent niet. Ze hebben ook aneroop. Dat betekent geen zuurstof. Dus anaerobe bacteriën bestaan. Die branden geen zuurstof. Die gebruiken geen zuurstof als verbrandingsmateriaal. Die gebruiken zwavel. En die bacteriën die stinken als de hel. Nou, anarchie betekent geen archie. En het woord archie komt uit het Grieks. Het heet argon. In het Grieks van argon. En dat kan je dan opzoeken. Argon betekent heerser. Anarchie betekent geen heerser. En laat dat nou gewoon waar zijn volgens het Oude Testament.
ik ga nu uit mijn herinnering praten. In wat we nu noemen Israël. Daar ontstond een behoefte aan een koning. Een profeet in die tijd zei nee. De Heere, Heere. Op zijn christelijk. Dat staat niet daar, want ik ga die naam niet uitnoemen. Want in het Oude Testament wordt er terecht moeilijk over gedaan. Denk aan het woord wat je afkort met G. V. D. Dat moet je niet zeggen. Tegen mijn dochter zeg ik wel eens OMGVD. En dan moet ze lachen. Dat klinkt tenminste niet zo kut. En kut klinkt wel kut. De profeet in die dagen zei tegen... Hoe moet je dat zeggen? Het waren niet echt de Joden. Het was het volk Gods waar het om ging. Daniel, die weet daar veel over te vertellen. Pak het boek. Daniel, die naam ken ik. En die profeet waar ik het over heb, volgens mij heette die Samuel. Maar verexcuseer mij. In elk geval heeft die profeet toen tegen het volk Israëls, heette dat ook wel, gezegd, als je dan toch een koning wil, neem dit recept. En dat was de eerste jongeling, armoedig, een versleten jas of zo, die de stad binnenkwam. Zoiets. Niet een rijk iemand. En die hebben ze koning gemaakt. En die heette Saul. Nou, dat werd leuk. Daarna kreeg je David. Nou, die heeft dus echt... Dat was gewoon de eerste beste George Herbert Walker Bush. Van, oh, ik ben de koning. Nou, lekker wijven neuken. Oh, sorry. Nee, ik bedoelde Bill Clinton. Of had ik het nou over iemand anders? Ja, dat was David. En daarna kwam die wijsneus, Salomo. En toen heeft hij nog een zoon op de troon gezet. Of zijn zoon is op de troon weten te kruipen. En die heette Salomon. De bedoeling is toch duidelijk. Van die drie koningen, vier koningen, zeg het maar. Geen heerser. Jij gaat mij niet vertellen dat... Een van die drie, dat ik die als koning Wilhelmina Maxima wil zien. Ik hou helemaal niet van het koningshuis, want ik ben christen. Ik ben net in de gedachte, zoals opgeschreven is, over die profeet die in die dagen tegen het volk Israëls zei, begin er niet aan. Laat het even op je inzinken. Anarchie. Brood een beetje Nederlands. Alsjeblieft. Als het u belieft. Ik kan ook Amsterdams, maar dan verstaat helemaal niemand meer mij.
mij neer. Oh, ik heb die woorden omgedraaid. Anarchie. Geen leiding. Behalve natuurlijk door wie? Het christendom zegt, dat is die hele mooie van, de laatsten zullen de eersten zijn, of vice versa. Het ligt een beetje eraan welke vertaling je gebruikt, maar het is een soort yin-yang idee. Dat verhaal gaat erover, het is van Christus Jezus, hè? We hebben het over christendom. Het is razend interessant voor de eerste beste Mohammedanen. Waar het verhaal over gaat. Er was een man met een wijngaard. Nou, dan ben je gelijk al gaan je oren spitsen. Denk je, een wijngaard? Is een druivenboerderij of zo, hè? En dat moest al, dat moest aan de slag, hè? En die man die al die druiven had laten groeien, was niet in staat om al die druiven te oogsten. En hij had mannen nodig. Werkers. Drones moet je zeggen. Drones had hij nodig. Bijen. Werkende Zwitserende. Ja, Zwitser. Dus hij is 's morgens naar de markt. En hij pikt er een paar op. En hij spreekt af. Ja, zoveel dukaten. Of talenten of whatever. En die mannen aan de slag. Of vrouwen, maakt niet uit. Drones, hè? Werkers, hè? Werkers. Al die werkers aan de slag. Nou, toen werd het middaguur. 12 uur of zo. Noon, moet het ook wel. Dat is ook een Nederlands woord. Hè? N-O-E-N. Noon. Weer aan de markt. Maar het was nog steeds niet genoeg. En die, hij redde het niet. En dan s'avonds laat ging hij dus weer naar de markt. Aan het einde van de rit had bleek meneer, de wijngaard-eigenaar, de wijngaard-verantwoordelijke. Toen bleek dat hij met iedereen dezelfde afspraak had gemaakt qua vergoeding. Dat is het christendom. Want je voelt je bedrogen misschien. Hè? Want jij bent 's morgens vroeg om 9 uur stond je al met je zwetende bilspleet die druiven te plukken. En je krijgt hetzelfde als die lamlul die je wel kent. En die heeft de hele dag gewoon in de kroeg gezeten. En die gaat nog eventjes een paar manden sjouwen. Hè, van die manden met van die druiven erin. Een half uurtje. En die krijgt net zoveel als jij. Snap je? Christendom is heel erg moeilijk te begrijpen. Ik zeg niet dat boeddhisme makkelijk is. Want daar ken ik ook nog een paar leuke verhalen van. Maar christendom is echt wel je van het, hoor. Als je... met het eten, hè. Stel, ik heb gisteravond helemaal... onvrijwillig een bitterbal gegeten. Hè? 2. Maar wel met mosterd. Kunnen we ook nog over terugkomen. Wat Christus Jezus heeft gezegd over mosterd. Maar terug naar het eten. Kijk, zo'n bitterbal, dat is gewoon knauw, knauw, knauw. En dan is die weg. Je hebt ook vlees. Toen was ik net gescheiden. En dat was stervenskoud. En ik had geen gordijnen. En er moest nog en de kachel deed het wel, maar... Ik had maar 1 kachel en noem maar. En dan kreeg ik van mijn moeder gedroogd varkensvlees. En dat kan je wel eten, maar dan moet je heel lang kauwen.
En dat is het christendom. Het christendom is het meest ingewikkelde geloof dat er is. De meest ingewikkelde levensovertuiging die er is. Christendom is alleen voor intellectuele mensen. Alle domme mensen die worden maar gewoon atheïst. Ga je lekker bij de paus. Want de paus heeft de deuren opengezet voor de atheïsten. Dan ga je maar lekker naar de sodomieten. Dan ga je gewoon denken, ja, seks in mijn leven is alles wat er is. Ik ben biseksueel in het weekend. En dan homoseksueel van maandag tot en met woensdag. En dan ben ik weer wat anders. Het christendom zegt dat dat onzin is. Je mag het wel doen. Het christendom accepteert het Oude Testament ook. Het is een beetje grover of groffer dan wat Christus Jezus zei. En het is waar. Want verzameld door onze voorvaderen. Dan kan je tegen me inbrengen. Maar ja, Perry, hoe zit het dan met de Mahabharata? En ik zeg dat in de Mahabharata best leuke stukjes staan. Voor de rest vind ik het niet veel. Het is een leuke film. Die heb je zo uit. En dat boek van Boeddha. Boeddha vind ik geweldig hoor. Echt geen enkel probleem met wat voor een boeddhist dan ook. Dat is oosterse wijsheid. Maar we hebben ook westerse wijsheid. En die heet christendom. Christen en dom. Verstand van de weet-niet-kunde. Zoals ze mooi staat. Het staat niet in de koning Jacobus zo. Maar ik zou zeggen, de naam van de boom wordt bepaald door de vrucht die draagt. Dat is alles. Je hebt je eigen leven te leiden en niet te gehoorzamen aan wat voor een kutkoning je maar hebt. En neem onze momentele kutkoning. Die man van Maxima. En die heeft die kutkoning van ons uitgemaakt voor een beetje dom. Nou, daar word ik blij van, zeg. Jezus. Jezus, Mina. Dat is het beste bericht wat je kan horen, of niet? Het is ook grappig dat ik heb een kind, die is momenteel de deur uit. Die is weggevlogen. En ik spreek haar via Skype of whatever. Ze heeft nog gebeld voor mijn verjaardag. 2 dagen te laat. En dat maakt me geen drol uit. Want als ze op mijn verjaardag had gebeld, ik was toch niet thuis. Dat weet ze wel. En zij is weg. Zij was ooit een baby. Was een tiran. Elke nacht gewoon huilen, 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 huilen. En ik moest geld verdienen. En 's morgens vroeg om 9:15 stond ik echt
tollend op mijn werk. En allemaal mensen om me heen. Ja, we hebben dit en we hebben dat. Dus zo. En niemand die had begrip of... Ja, ze konden dat ook niet. Dat begrijp ik ook wel. Er moest geld verdiend worden. Maar dat kind, dat sliep toen 1,5 uur aan een stuk. Als je mazzel had. Die nacht. Zo zijn baby's. Hè? Veel eisen. En vandaar ook het woord babylon. Dus dat je overheerst wordt door mensen die alleen maar aandacht van je vragen. Ik wil dit, vertel me niet meer eens. Global warming. Ik denk, ja. Ja, ik als christen heb het er niet zo moeilijk mee, hoor. Ik weet toch wel wat mij te wachten staat. En volgens mij valt het wel mee. Ik heb mij gewoon heel eenvoudig gehouden aan inzicht. Empathisch zijn. Dat is het christendom. Een koning, dat zegt mij niks. Wat is een koning? Iemand met een geweer? Iemand met een mooie jurk? Het zegt mij gewoon niks. Het enige wat mij iets zegt, is wat andere mensen over mij zeggen. En ook daarvan vind ik het meeste bullcrap. Ik wil wel weten wat er over mij gezegd wordt. Dan weet ik hoe ik overkom. Ik ben gewoon een christen. Heel simpel. En met het Mohammedanen. Dat is het mooie van het christendom. Want als je een christen bent, dan kan je lezen. Hè? Dat kan niet anders. Hè? Als analfabeet kan je geen christen worden. Je moet wel kunnen lezen. Daar kan je tegen inbrengen van, nee, ik ben analfabeet, maar dan ga ik iedere zondag op een harde bank zitten en dan ga ik knielen en dat doet best pijn en dan luister ik naar de priester. No go. Dat gaat niet gaan. Wil je een christen worden? Eerst leren lezen. En zo moeilijk is dat niet. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, kom op. 26 letters. That's it. In Engels, de 1611 Bijbel. Dat is super simpel. Het is een beetje Shakespearean gibberish. Heel erg ouderwets, maar wel tof. Romeinen 12 vers 19. Dat staat er zo goed in. Vengeance mine. Een kind kan dat begrijpen. Twee woorden. Wraak. Mij. In de zin, je bent in de snackbar en je hebt al betaald en je hebt een kaassoufflé. En die man achter de bar zegt, achter de toonder moet ik zeggen, die zegt kaassoufflé en jij zegt kaassoufflé ik. Kaassoufflé,
mij. Dat is het christendom. En degene die zegt dat wraak hem is, is niet jij, Gerardus Driehoekshuis. Je wacht maar lekker af. Anarchie. Dat is het christendom. Ja? Het tweede woord is egalitarisme. Gelijkheidsprincipe. Ik heb gehoord van een vrouw op een terras en we zaten te drinken allebei. En zij vertelde mij van een vakantie. Ze waren op vakantie met een Mongool. Dat is iemand met een chromosoom te veel. Naar Frankrijk. Alles leek goed te gaan. En toen op de terugreis leek de benzine op te gaan. Die Mongool zei toen: laten wij een omweg nemen. Iedereen was verbaasd. Het plan van die Mongool klopte. Want als ze een omweg zouden nemen langs Luxemburg, daar is de benzine een stuk goedkoper. Dan kom je makkelijk thuis met dat geld wat je nog wel hebt. Ze hebben geluisterd naar die Mongool, iemand met Down syndroom, het plan uitgeprobeerd en verhipt. Het werkte. En achteraf hebben die mensen zich nog afgevraagd wat er gebeurd zou zijn als ze niet geluisterd hadden naar die Mongool. Dan waren ze gestrand. Ergens in het noorden van Brabant. Iets tegen Os aan of zo. Wachten op de wegenwacht met een lege portemonnee. Egalitarisme houdt in dat degene met het beste idee, dat gaan we doen. Iemand moet zijn idee vertellen. En andere mensen moeten daarin geloven. En dat gaan we doen. En vandaag heb jij het beste idee en morgen hopelijk ik. Je moet gewoon doorgaan. Er moeten praktische zaken worden opgelost. En wie er de baas is, ja. Anarchie, egalitarisme. Hou je wel van haring? Nou, kijk eens hoe een haring zich gedraagt. Een spreeuw eten we niet. Hè? Nou, kijk eens naar een spreeuw. Die vluchten van spreeuwen. Hè? En zo kunnen wij ook zijn. En dat is het christendom. Geen voedselwetten, geen sekswetten, eigenlijk helemaal geen wetten. En ze haten ons als de hel. Al millennia lang. Maar wat ze ook doen, is dat ze ons infiltreren met klojo's. En die betalen ze.
En dan komen ze bij ons naar binnen. Via die mensen dus. Hè? En dan smoes, 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 smoes. Alles kapot maken. Het antwoord is, wij moeten ons niet meer verenigen. Geen ecclesias meer. Dat doen wij online. Of in de kroeg. Anoniem in elk geval. Geen lidmaatschaplijsten, want we worden dan verfukt. Ze infiltreren ons, hun die niet geloven dat wij geschapen zijn naar het evenbeeld van de Heere Heren. Nu kom ik tot mijn punt. In het boek Genesis staat dus dat op de zesde dag, en dan mag jij gaan denken of dat een rondje om de zon was, of een rondje om eigen as, of een rondje van de zon was. Daar kom je niet uit. Lees Genesis nog maar een keer. Want eerst werd het licht geschapen en daarna pas de zon. Dus ga jij maar natellen hoeveel dagen dat waren. Belangrijk is dat op de zesde dag wij mochten komen. Ik ga nu even afdwalen. Friedrich Nietzsche heeft gezegd in zijn boek De Vrolijke Wetenschap dat als er een feest wordt voorbereid en de voorbereiders zijn niet op tijd, de gasten wel. Voel je de frictie? Dan gaat het niet goed. Dat is fout. Je kan niet, die gasten, die hebben hun vrouwen meegenomen met mooie kleren aan en allemaal limousines en toet toet, we komen eraan. En er staan nog mensen met het witsel te rollen en de bouwstijgers staan nog overeind. Een goede observatie van Friedrich Nietzsche. De Heere Heere daarentegen is onfeilbaar. Dat is nu een keer zo. Dat vind ik heel vervelend om door te moeten geven. Het is wel zo. Het is de enige waar je een beetje fucking angst voor zou mogen hebben. Kunnen hebben. Moeten hebben. Hij heeft ons geschapen naar zijn evenbeeld. Nu geef ik je 10 seconden de tijd om even na te denken. Hij heeft ons geschapen naar zijn evenbeeld. En hij was dus een creator. Wie wil hij dan dat je bent? Zal ik dat leuke filmpje opstarten van die ooievaar die haar eigen kind opeet? Gewoonweg omdat het mislukt was. Ben je zo een kind van God? Ben je bang dat je moeder jou opeet? Heb je überhaupt angst? Of ben jij een kind van God? Net zoals Christus Jezus. En spijkeren ze jou aan het kruis? Volgens mij, als je mij goed begrijpt, hang jij al
aan het kruis. Het christendom evolueert. Het christendom is niet meer zoals het was. Het was ooit heel geheim. En in kelders en schuurtjes. En, nou, zo'n vrouw met een kopje thee, een rooibos thee of zo. En dan een man en die nam het woord. En zo begon het. Het is geëvolueerd. Ook in de intentie, met een S, de inwendigheid van de christendom is scherper geworden. Het christendom is inmiddels logisch onderbouwd door grootheden, mannen met ballen. Het is nu over. We krijgen een nieuwe tijd. En dat wordt Rama, denk ik. Armageddon. Voor mijn dood. AUB. Met mijn Mohammedaanse Koran lezende Marokkaanse vrienden heb ik een hele goede verhouding. Zij herkennen mij. Ik herken hun. Ze. Ik herken jullie. Het zijn mijn broers. En alle vrouwen in hun familie zijn mijn zusters. Wij zijn allen gelijk. Wij zijn alleen maar kinderen van de Heere, Heere. Net als Jezus. Christus Jezus, die naam mag je uitspreken. De gezalfd. Hij had een vader en zag ons, hij heeft mij nooit gezien, maar ons mens, die zag hij als broers en zusters. Het is een heel mooi, het is apocrief. Niet in de, het staat niet in de Koning Jacobus Bijbel. Het is wel een mooi verhaal. Dat Christus Jezus was aan de wandel en het werd avond. Hij sprak met mensen. Toen het tijd werd om te gaan slapen, werd hij meegevraagd door een vrouw. En zij was prostituee. Christus Jezus liep met haar mee naar haar woning en zij ging als eerste naar boven om de slaapkamer schoon te maken. Toen de slaapkamer naar haar mening schoon genoeg was en het dekbed, of ik weet niet wat ze hadden toen in die Hebreeuwse tijd, maar het lag allemaal netjes. Deze het slaapkamerraam open en riep Christus Jezus van: je mag binnenkomen, het is schoon genoeg. En Christus Jezus zei toen tegen haar: ik ben gaan zitten tegen deze boom. In haar tuin stond een boom. Ik ben toch bij jou terwijl ik hier slaap. Ik beloofde jou dat ik bij jou zou komen slapen. En dat ga ik nu doen. En hij sliep onder
acceptable. Staat niet in de Bijbel. Maar iemand die een beetje christen is, die begrijpt waar ik het over heb. Vind ik zo fijn. Ik was echt... Ik had helemaal wild kunnen gaan. Ik was een vechter. Ik ramde. Het is dat dogma, dat paradigma, dat mij in bedwang hield. Een hele mooie van Christus Jezus. Ik hou van die man. Ik durf hem niet eens in de ogen te kijken, eigenlijk. Ik zou hem alleen maar willen steunen. En dat 2000 jaar later. Nog zo'n mooie. Ik kan ze allemaal uit mijn hoed trekken. Zo'n apocryfe. Uit het evangelie van Thomas. Oh man, die is geil. Dat is echt een stuk logica. Dat kan je... Als je daar in 3 kwartier mee klaar bent, dan geloof ik je niet. 3/4 Ieren of zo. Ja, dan moet je profetisch gaan praten. Dat kost je een paar jaar voordat je erachter bent. Oké, er komt hier. Gewoon christendom, rammen, hè. Dat Logion nummer 7 uit het evangelie van Thomas. It is gonna rock your socks off. Om het maar even op zijn Russisch Poetins te zeggen. Je kan nu ook even op de pauzebutton drukken en een kopje rooibos thee gaan halen. Oké, einde pauze. Okay. Logion nummer 7. Zalig is de leeuw die opgegeten wordt door de mens. Vervloekt is de mens die opgegeten wordt door de leeuw, maar de leeuw wordt mens. Ik heb het niet helemaal goed voorgelezen. Ik heb hem trouwens ook niet voor me, maar uit mijn hoofd, hè. Ik zal het nog een keer doen. Hè? Want christendom is moeilijk. Christendom is niet voor domme mensen. Die worden allemaal maar katholiek. Heilige Maroede, familia, bid voor ons zondaars. Gewoon een beetje dom doen met een jurk aan. Christendom is alleen voor slimme mensen. Nog een keer. Hè? Zalig is de leeuw die opgegeten wordt door de mens, want, dat was mijn fout van daarnet, want de leeuw wordt dan mens. Zalig is de leeuw die opgegeten wordt door de mens, want de leeuw wordt dan mens. You get it? Even op je in laten zinken, hè? Want, je hebt dus, dat heet een conjunctie. Je kan ook gewoon zeggen, zalig is de leeuw die opgegeten wordt door de mens. En de leeuw wordt dan mens. Er staat het woord want. Maar je had ook en kunnen gebruiken. Je had gewoon kunnen zeggen, zalig is de leeuw die opgegeten wordt door de mens. Pauze, hallo, pizza, je wacht op je pizza. De leeuw wordt mens. Ik ken hem. Dat is nog maar het eerste stuk. De tweede is,
tweede zin van Logion 7, Evangelie van Thomas. Look it up met je kindernet. Oh, sorry. Ja, kindernet mag het ook nog maar. Kindernet.com. Je kan het zo vinden. Hoehoe. Logion nummer 7, Evangelie van Thomas. De tweede is: vervloekt is de mens die opgegeten wordt door de leeuw. Maar de leeuw wordt mens. Ik vind het geweldig vertaald. Het woord maar mag je helemaal niet gebruiken. Dat is jammer. Dan zeggen mensen, jammer. Ja, dat is gewoon jammer. Dat heeft een betekenis, hè. Vervloekt is de mens die opgegeten wordt door de leeuw. De leeuw wordt mens. Het is niet leuk om Het is niet leuk. Ik kan wel janken. Het is niet leuk. Ook zo'n mooie van Christus Jezus. Oh nee, even terug. Anders gaan jullie huilen. Dit is een... die Logion. Dat is... hoe moet je dat noemen? Het is een beeldspraak. Zo heet dat. Ja. Het is een beeld. Ja. En de leeuw, die kennen wij momenteel alleen maar uit Artis of zo. Hè? Een zielige leeuw. Vroeger was dat anders. En leeuwen vielen mensen aan. Gedenk dat Christus Jezus was van de stam van David. Of David, ik wil even zeggen. David, de leeuwendoder. Christus Jezus, die dus volgens wat ik nu citeer, uitgenodigd was om te spreken, gebruikte het begrip leeuw als een beeld. En als ik dit Logion nummer 7, mag vertalen naar de hedendaagse tijd, waarin geen leeuwen meer lopen. Als ik naar buiten ga, zijn er geen leeuwen. Ik ben niet bang voor leeuwen. Die zitten in Artis, veilig achter een hek. Met een waterpartij ervoor. En achterin kan je gratis eten. Ik heb geen angst meer voor leeuwen. Dus als we dit moeten gaan vertalen naar de hedendaagse tijd, dan wordt dat volgens mij goed te herinneren. Zalig is de leerling die een lesje geleerd krijgt van zijn leraar, want de leerling wordt dan leraar. Vervloekt is de leraar die een lesje geleerd krijgt van zijn leerling, maar de leerling wordt leraar.
vind dat zo mooi. Ik vind dat gewoon mooi. Ik vind dat je al die kinderen ook echt de les moet leren. En ik vind dat je al die pedo-homo's, weet ik veel wat, van die de kinderen niet in bedwang kunnen houden. Die moet je gewoon allemaal onthoofden. Ja, kinderen ook gewoon confronteren met keiharde leraren. Kennis is het enige dat telt. De laatste zullen de eerste zijn. En ook kan ik er ook een reetje houden over zalig zijn de armen van geest. Oh, ik ben nog vergeten over het mosterdzaad te beginnen. Man, ik moet deze uitzending in 3 delen knippen of zo. Het is allemaal waar, lieve liefers. Ik kan er ook niks aan doen. Ik ga hem stotteren, sorry. Ik heb een mooie jeugd gehad. Mijn moeder hield van ruzie maken en mijn vader die kon heel goed alcohol drinken. En pillen slikken. Dat is echt een hele mooie jeugd. Hele mooie dingen meegemaakt. Daarmee ben ik misschien wel de enige. En dat is niet waar. Want ik ken een vrouw, zegt een geweldige bitch. En die kreeg geen ontbijt. En ze moest dan naar school. Ze wilde naar school. Ze wilde naar school. Daar ging het om. En haar moeder lag nog te slapen, dus die had geen tijd om ontbijt te maken. En in de fietsenstalling, ze had een sleutel, ze kon er een kinderfietsje pakken. Daar stond een fles stroogrum. Nou. Zij ging gewoon elke dag dronken naar school. En het is een lief mens. Oh. Ik kan haar niet beschrijven. Hele mooie ogen. Ze is laatst nog versierd door een vent uit Groningen. En die zat haar... onderaan je knie. Bijna de voeten. Beukje te strelen. En ik dacht... Ik dacht niet kut. Want zij kan zichzelf redden. Zij is keihard. Dat is mooi hè, aan het christendom. Dat je niet oordeelt om jezelf te verheffen. Dat is toch, welke? Matthäus toch? Matthäus 7 vers 1. Oordeelt niet... opdat gij niet geoordeeld worden. Niet jezelf verheffen boven een ander. Ondanks het gedrag of een boerka of een niqab of een weet ik wel wat. Tatoeages, dat mag van mij ook. Niet dat ik mensen ga adviseren om zichzelf te laten tatoeëren. Als iemand zichzelf heeft laten tatoeëren. Er zijn ook heel veel mensen die ik ken, die hebben het zelf gedaan. Oh, ja. Uiting van verdriet en van woede. En van angst, misschien wel. Mag ik dat iemand kwalijk nemen? Ik dacht het even lekker niet. Want ik ben maar voor één iemand bang. En dat is de vader van jullie allemaal. Hij vergeeft mij niks. Christus Jezus wel.
En dat is bij leven. Maar op een dag is het voor mij ook voorbij. En dan? Denk er maar over na. En als jij Mohammedaanse vrienden, als je überhaupt, sorry, zin nog maken. Als jij Mohammedaanse vrienden hebt, ga er mee in gesprek. Laat jezelf knuffelen. Mensen die woorden lezen en dan niet de bagger die je op internet kan vinden met stomme filmpjes, met Duitse ondertitels en lachen, jongen. Ik bedoel een boek. Die mensen die van het woord zijn, die mensen, daar moet je mee omgaan. Die moet je opzoeken en geef ze maar een bosje bloemen. Ook al zijn het eikels. Heb uw vijanden lief. Het leven is een hele grote paradox. Maar wel goed uitleven, AUB. En wees niet bang. Ik zoek even naar de laatste tekst over het christendom en dan sluit ik af. Dat, oh, ik weet het weer, ja, dat prachtige lied van Ellie en Richard. Zelfs al jouw haren zijn geteld. Alles staat eigenlijk al vast. En niet dat ik dan een Calvinist ben die denkt in predestinatie, want je hebt ook nog je vrije wil. God is een DJ eigenlijk. Wees bang voor hem. En de mensen in jouw omgeving, of het jou je naasten zijn of je vijanden zijn ook naast, heb ze lief. En dan ga je maar dood. Je hebt nooit enige schat op deze aarde kunnen vergaren. Alles speelt zich af op een hoger niveau. Namelijk de hemel. Ga er op een dag van uit. Voel je niet schuldig. Die tijd is voorbij. Wij zitten nu in de tijd van de antichrist. Het is een hele nieuwe opstelling. En het moet meppen worden. Daarmee bedoel ik niet dat je echt moet gaan slaan. Ik ben eens in elkaar geslagen afgelopen donderdag. En mijn leesbril is kapot. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel slaan. Ik bedoel keihard. Ik bedoel dat jongens die gewoon die goede biceps hebben. Hoppakee. Het begint met het woord. Jongens die niet bang zijn. En meisjes die de afwas doen. Als het nodig is. Niet van die zeurende mannen. Afwas hoef je alleen maar te doen als het nodig is. Dat zoek ik. Dat wordt de strijd van onderaf. En jullie moeten wachten tot de Armageddon uitbreekt.
En je moet goed je spullen bij elkaar hebben. En je moet onmiddellijk kunnen vluchten. Per direct kunnen vertrekken naar een nieuwe plek. Steun je man. En alleen een man die wat kan. Ai, ai, ai. Wat moeilijk is het christendom, hè? Vooral als je een... Ik kwam gisteravond... Nee, gisteravond... Twee vrouwen tegen. En die hadden allebei een man. En die konden ze onder de duim houden. Het waren ook hele mooie vrouwen. En vonden het niet erg dat ik een christen was. Dank jullie wel voor het luisteren. En op zijn Hamburgs zeg ik tjus.